Geen Ketnet meer? Geen Ronde van Vlaanderen niet meer? Thuis gewoon helemaal schrappen? Wat vindt u dat de VRT niet meer moet doen als u ze een tiende van uw personeel afpakt en u zelfs nog meer? Meneer de minister, Frank en Simonneke die hadden gisteren niks te doen, want de productie van Thuis staakte. Geen pintjes bij Bar Madame, geen klusjes bij de kaboutertjes, geen zaken bij Tom, zelfs geen scheidingen of moorden. Want zonder klankmannen en vrouwen, zonder mensen die de montage doen, zonder de schmink en de decorbouwers, geen Thuis. En meneer de minister, waarom staakt men bij Thuis? Waarom is hem daar zo kwaad? Omdat Thuis geprivatiseerd wordt als gevolg van de besparingen van deze Vlaamse regering. De populairste soap van Vlaanderen op de openbare omroep, geprivatiseerd om te besparen. En waarom moet er bespaard worden bij de VRT? Omdat de Vlaamse regering de VRT altijd maar meer wil laten doen met altijd maar minder middelen. 200 collega's moeten er af tegen binnen dit en 3 jaar. En bovendien indexeert u ook hun werkingsmiddelen niet, terwijl we allemaal weten dat de inflatie vandaag aan het gieren is en dat dus de VRT 10% aan werkingsmiddelen verliest. Nog eens tientallen miljoenen euro's aan besparingen erbovenop. En meneer de minister, dat gaat niet alleen over het personeel van de VRT, dat gaat ook over de kijker. Die gaat dat merken. Twee van dat soort besparingsgolven, meneer de minister. Wat vindt u eigenlijk dat de VRT dan niet meer moet doen? Geen Ketnet meer? Geen Ronde van Vlaanderen niet meer? Thuis gewoon helemaal schrappen? Wat vindt u dat de VRT niet meer moet doen als u ze een tiende van uw personeel afpakt en u zelfs nog meer? En de reiziger heeft dat door, meneer de minister. U houdt die niet voor de zot, de reiziger niet. De kijker, beter gezegd, die heeft dat door, meneer de minister. Er hebben al meer dan 30.000 mensen de petitie getekend om Thuis niet te privatiseren en de besparingen op de VRT stop te zetten. Eerst en vooral misschien de focus op wat de Vlaamse overheid doet en heeft gedaan en ook zal blijven doen in de toekomst. Als je kijkt naar de inspanningen die we doen, ik hoor zeggen, er gebeurt niks structureel, alles is eenmalig, dan moet ik dat opnieuw heel sterk tegenspreken. Wat u hier aankondigt, meneer de minister, dat zijn druppels op een hete plaat. Deze Vlaamse regering maakt van deze inflatie gebruik om een forse nieuwe besparingsronde door te voeren. Bij de VRT, met de volle steun van het Vlaams Belang, die blijkbaar helemaal van Thuis af willen, maar ook in het onderwijs, ook in de zorg, in de steden en gemeenten, die dan vervolgens op de cultuur moeten gaan besparen, zoals in Antwerpen. En natuurlijk, meneer de minister, u weet het nog wel, op het kindergeld. Allemaal besparingen die jullie uitvoeren door misbruik te maken van de inflatie vandaag. En de mensen van de VRT, meneer de minister, hebben groot gelijk om daarover op tafel te kloppen. En ze hebben groot gelijk ook om te zeggen dat zij doorgaan met hun acties, dat zij deel zullen nemen aan de staking van 9 november samen met de vakbonden tegen die besparingen voor de koopkracht. En zij kunnen daar voor onze volle steun op rekenen.